Breda Nu. Je weet het meteen. Op 9 en 10 september was het Open Monumentendag in Breda. Mensen konden dit jaar genieten van verschillende kerken, huizen en theaters. Ook was de bierbrouwerij genaamd De Bijert geopend. Ja, we staan hier op een van de 37 locaties van de Open Monumentendagen in Breda. Maar wat voegt het Stedelijk Museum toe aan Breda? Wat we vooral in toevoegen aan de Monumentendag is natuurlijk dit pand. Dit pand, dit poortgebouw van het Oude Mannenhuis in 1643 gemaakt, gecreëerd. Dat voegen wij toe aan Breda aan de buitenkant. Aan de binnenkant voegen wij het verhaal toe onze collectie, van de geschiedenis van Breda, maar ook van de beeldcultuur die in Breda plaatsvindt. Dat is wat wij aan toevoegen. Ja, ik denk dat jij een van de jongste bezoekers bent van de Open Monumentendag, maar wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel leuk, maar ja, het is altijd vernieuwend soms, alleen ja, er mag wel wat meer open op zich. Ja, een bierbrouwerij, dat verwacht je eigenlijk niet op de Open Monumentendag. Maar wat kunnen mensen hier verwachten eigenlijk? We zijn ook eigenlijk geen monumentaal pand. Maar het is meer de ambacht van bierbrouwen die hier monumentaal is. Aangezien dat echt in de Bredaarse geschiedenis zit. En wij de drie hoefijzers geschiedenis hier zo als traditie voortzetten. Heel veel mensen komen uit Breda en die wisten niet eens dat hier een brouwerij zat of zo. Dus die zien het nou voor het eerst. En krijgen eigenlijk hele positieve reacties. En ze vinden het bier echt lekker, wat heel belangrijk is natuurlijk. Het is wat anders dan een andere monumentale panden inderdaad waar ze heen gaan. Ja, ik zie dat u een aantal boeken vast heeft over Breda. Maar welke locaties heeft u vandaag allemaal bezocht tijdens de Open Monumentendag? De eerste was vandaag het nieuwe Stedelijk Museum. Want ik moet eerlijk bekennen, daar was ik nog niet geweest. Wel met Moti destijds en het oude museum natuurlijk. Maar het nieuwe Stedelijk Museum nog niet. Daar hebben we nu van alles weer eens kunnen bekijken. En ik moet zeggen, het valt me mee. Ja, ik ben toch wel gecharmeerd van hoe het nu ingericht is. Breda Nu. Je weet het meteen.